Hallo mensen van DoeGamer, leuk dat je kijkt naar deze video. Zoals jullie misschien wel kunnen zien, ga ik met jullie Pixelmon spelen. Er is heel veel vraag naar geweest, dus ik dacht, weet je, waarom ga ik het niet even installeren? Het heeft me best wel veel tijd gekost om deze installatie te voltooien, want ik snapte het niet helemaal. Maar uiteindelijk is het toch gelukt. En laten we lekker gaan beginnen. Welkom bij de wereld van Pixelmon. Dankjewel voor het installeren van deze mod. Nou, pak je Pokémon en dan kunnen we gaan beginnen. Eevee, Charmander, Squirtle of Bulbasaur. Ik denk dat we echt voor Eevee gaan. Charmander wordt wel natuurlijk weer zo'n hele vette Charizard. Ja, ik geef Charmander. Vind ik wel het beste. Oké, we hebben een Charmander. Fucking awesome. En ik weet eigenlijk helemaal niet wat we moeten gaan doen. Ik heb dit namelijk nog nooit gedaan. Moet je trouwens een textpack installeren? Of boeit dat niet zoveel? Zou het niet zoveel boeien? Weet je, boeien. En als het nou wel veel boeit, doe ik dat de volgende episode lekker. Ik bedoel, weet je, zo ben ik nou ook alweer. Laten we lekker gaan beginnen met deze episode. Het is Pixelmon. En Pixelmon is eigenlijk gewoon Pokémon mod voor Minecraft. En voor de rest kan ik er vrij weinig over vertellen. En ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Ik bedoel, dat het zo heel erg jammer zijn als jullie het niet leuk zouden vinden. We spannen ook echt precies in een jungle biome. Want altijd een beetje laggy als ik daar net span. Wat zijn dit? Oh, dat zijn gewoon paddo's. Heten die ook gewoon paddo's? Mushroom. Oké, dat is mooi. Ik heb dus een Charmander. Kun je die ook gewoon pakken of kan dat niet? Nee, die heeft... hij is level 5. Dus alle Charmanders zijn als je ze net heeft. Sorry, ik zei dat verkeerd. Ik zei als je ze net heeft. Als jullie het nou meer willen doen met mijn game, zorg even voor de 150 groene duimpjes. Dan komt er een nieuwe episode van. En 150 groene duimpjes zou me ook heel erg motiveren. Dus maak even je scherm klein en druk even op het groene duimpje. Voor jullie is het een kleine moeite, maar voor mij betekent het heel veel. Want die groene duimpjes geven mij elke keer weer lekker veel motivatie. En dat betekent ook dat ik dan meerdere video's wil gaan opnemen. Gewoon omdat ik heel veel motivatie krijg. What the fuck is dat? Goldeen, wat? Wat? Een Magikarp van level 5. Nou, ik ga eerst even tegen hem daar vechten. Kom maar, bitch. Oh, je kunt hem gewoon aanvallen. Serieus? Dat is wel heel erg droog eigenlijk. Maar kun je hem niet pakken of zo, je Charmander, dat je er tegen gaat vechten? Of moet je hem gewoon killen? Ik zou hem gewoon moeten killen, we zien het vanzelf wel. Het gaat iets zachter trouwens, want anders horen jullie het gaat fucking hard. Oh nee, het valt wel mee. Come on, gaat hij dood? Waarschijnlijk gaat hij gewoon dood. Ik weet niet wat er dan mee gebeurt, maar... Oh, Drowsy zegt. Ik dacht Goldeen. Waar dan? Op een of andere manier snap ik het niet helemaal. Je moet toch met je Pokémon kunnen gaan vechten of niet? Dat is een Gastly trouwens. Ik weet niet wat je daarmee moet doen. Maar in ieder geval. We hebben hier een Charmander. En, oei, Summary Moves. Stats. Je kunt je moves bekijken. Ook vet. Wat kun je er nog meer mee doen? Of is dat alles? Zou wel alles zijn. Oké, vet. Ik denk dat we gewoon moeten gaan beginnen met het... Kunnen we die alleen attacken? Maar ik dacht dat je er ook tegen kon vechten. Slaan we hem nu? Dat kan niet. Oké, apart. Daar heb je een... wat de fuck? Oh, dan moet je natuurlijk die dingen pakken. Dat had ik al gezien in de Pixelmon serie op dagelijkse day. Inderdaad, die volg ik ook van Your and Only. Fucking vette serie. En... Wat? Waarom? Ik snap het nog steeds niet helemaal hoe dit werkt. Op een of andere manier vind ik het een beetje apart. Je kunt er niet mee vechten dus. Apart. En wat je zou moeten doen, wat ik denk dat je zou moeten doen, is gewoon even wat, items voor jou die je dan zou kunnen gebruiken. En dan kun je daarna misschien wel wat ermee doen. Ik heb namelijk helemaal geen stand van Pixelmon. Daarvoor jullie, dan staat hier beneden even in de komst wat ik als eerste moet weten voordat ik Pixelmon ga spelen. Laat gewoon even de belangrijkste tips en tricks achter. En dan moeten jullie natuurlijk even de reactie liken van de persoon die de beste tips en tricks achterlaat. Zodat het bij beste reacties komt. En dan kan ik die even gaan bekijken. En wie weet helpt het mij. Magnemite. Er is dan een Magnemite. Oké, vet. Maar waarom kan ik dit niet oppakken? Oh, nice, we kunnen het oppakken. Oh, er komt gewoon hout uit. What the fuck? Ik weet eigenlijk niet echt precies wat je zou moeten doen. Ik weet wel dat je allemaal leuke dingen kan doen in Pixelmon. Maar op het moment heb ik niet echt een idee van wat ik nou precies moet doen. Dus jullie moeten even de comments achterlaten. Wat is het allerbelangrijkste wat ik moet weten van Pixelmon? Dan kan ik dat namelijk even onthouden. En dan kan ik dat namelijk de volgende episode even gaan uitvoeren. Bij de 150 likes natuurlijk. Ik vind het nog wel een beetje apart hoor. Ik snap namelijk echt voorkomen niet wat je zou moeten doen. Ik ben een beetje aan het twijfelen. Bij de 150 likes maak ik natuurlijk een nieuwe episode. Dus jullie kunnen niet verwachten dat bij 150 likes gelijk een nieuwe episode opstaat. Maar dan probeer ik in ieder geval wel een nieuwe episode te gaan maken. Apart. Ik ben nog niet echt helemaal overtuigd. Ik weet nog niet precies wat je moet doen. Weet je, ik vind het raar, want je zou zeggen dat je gewoon, zodra je naar een Pokémon toe loopt, dat je dan met hem kan vechten. Alleen, dat lukt mij niet, weet je. Ik loop naar een Pokémon toe, alleen hij gaat niet meer gevecht aan met mijn prachtig mooie Charmander. Stats. Zijn stats hoef ik natuurlijk niet te weten. Dan kun je gewoon zien hoe goed hij is en zo. Maar dat maakt me in principe niet zoveel uit. Weet je wat we doen? We maken maar gewoon even een basic huisje. En dan kunnen we daar even mee gaan beginnen. Gewoon even zoals je Minecraft altijd begint. En dan zien we vanzelf wel, dan hoor ik van jullie wel wat ik moet doen. Wil ik een beetje gaan beginnen met Pixelmon. Dat is natuurlijk wel handig om te weten. Dus ja, dat hoor ik van jullie graag in de comment. En dan ben ik heel erg benieuwd. Hoppakee, maak even snel een workbench. Hoppakee. En even snel wat sticks. Hop. En dan kan ik ondertussen even gaan kijken. Oh, wat is dat? What the fuck is dat? Ja, dat is een beetje het probleem. Ik weet allemaal niet wat het is. En dat is een beetje het nadeel van Pixelmon. Of nee, niet zozeer het nadeel van Pixelmon. Maar een beetje het nadeel van mij en Pixelmon. Ik wil graag weten hoe ik hem bijvoorbeeld tegen vechten ga met die Spiro's daar. Of hoe die ook. En met die Pidgeys, sorry. Alleen zodra ik er naartoe loop, dan ga ik geen gevecht aan bij de dagelijkse D-video. Serie, of hoe je het ook wil noemen. Ga je dan gelijk een gevecht aan met ze. Alleen dat gebeurt bij mij niet.
Ik dacht dat dat zo zou moeten. Of moet je misschien. Of zou ik misschien eens pokeballen moeten gaan maken? Dat zou kunnen. Ik heb namelijk helemaal geen verstand ervan. Misschien is het zo dat je eerst wat pokeballen moet maken. Dat je je Charmander in de pokebal kan doen. Dat je dan je pokebal naar dat ding kan toegaan. Maar dat heb ik wel gezien. Dat je eerst een pokebal maakt. Dat je je Charmander of je andere Pokémon in je pokebal doet. En dat je dan een pokebal tegen een andere Pokémon aangooit. Dat er dan automatisch een battle plaatsvindt. Dat kan best nog wel zo zijn. Maar in ieder geval, laat even in de comments weten. Wat is jullie favoriete Pokémon? Zie je opeens in mijn ogen. Dat is dan weer een beetje de vraag van vandaag. Wat is jullie favoriete Pokémon? Ik ben namelijk wel heel erg benieuwd. En dan, dan hoor ik dat graag van jullie. Maar in ieder geval, ik moet dus even weten hoe ik Pokémon gevecht aan kan gaan. Want dat wil ik wel graag weten. Want dan kun je namelijk experience krijgen. En dan kan ik mijn Pokémon even laten levelen. Dat is natuurlijk wel fijn. Zo. Ik maak heel even snel een pickaxe. Zodat ik even wat steen kan gaan verzamelen. En wie weet. Ik weet niet wat je daarmee kan doen. Maar misschien kan ik dat gaan gebruiken voor... Misschien moet je die... Want ik weet namelijk wel waar je pokeballen van maakt. Die maak je namelijk van een soort van aprikozes. Die ik net ook tegenkwam. Maar op een of andere manier kwamen ze er niet uit. Misschien heb ik daar ook wat voor nodig. Een hamer of zo. Ik kom er vanzelf uit. Laten we eens even proberen een hamer te gaan maken van hout. Van steen. Dat moet gaan lukken. Dus ik neem even wat steen mee. Zo. Hebben we nog steen bij ons? Ja, we kunnen nog even snel een workbench maken. Oké, ik heb er nu 2 gemaakt. Dom. Maar dat maakt niet uit. Laten we eens even gaan kijken of dat kan. Zo, een hamer. Vet. Wat kunnen we daarmee? Kunnen we daar ook dingen mee slopen of niet? Nou, we kunnen natuurlijk wel eens even een pickaxe gaan maken van steen. Ook wel heel erg handig om te hebben. Nou, natuurlijk heb ik daar weer niet genoeg van. Want Job is natuurlijk weer zo dom om gelijk een hamer te gaan maken. Oh, ik ben niet zo slim. In ieder geval, jullie moeten natuurlijk ook even de comments laten welke Pokémon ik moet gaan vangen. Maar voordat ik dat kan weten, moeten jullie eerst even de comments laten hoe ik Pokémon gevechten aanga. En hoe ik Pokémon kan vangen. Die 2 dingen moet ik even weten. En dan kom ik natuurlijk al een heel stuk verder. En daar ben ik benieuwd naar. Jullie moeten gewoon even een leuk lijstje voor mij gaan maken. Dan weet ik dat even. Natuurlijk een stuk makkelijker voor mij. En dan gaan we deze episode even verder met het maken of met het verzamelen van resources. Kunnen we de volgende episode even verder gaan met het maken van een huisje. En dan kunnen we daarna misschien even wat farms maken. Misschien wat abrikozes farm of berries heten die dingen geloof ik. En echt Pokémon berries heten ze geloof ik. Ik weet het niet meer zeker, maar ik geloof het wel. In ieder geval, je moet ook een anvil hebben. Maar daar heb je natuurlijk weer iron voor nodig. Dus we moeten gewoon een beetje resources meenemen. En dat is het enige wat ik tot nu toe kan bedenken. Gewoon even wat hout meenemen, wat resources. En ik krijg alleen geen experience, hoort dat? Of hoor je die wel te krijgen? Geen flauw idee. Oh, je krijgt je wel. Ik had het niet goed gezien. Je krijgt dus gewoon lekker veel experience. Kun je ook weer gaan gebruiken. Dat is natuurlijk hartstikke awesome. Maar jullie moeten dus even in de comments achterlaten hoe ik Pokémon gevechten aanga. Ik ben namelijk wel heel erg benieuwd. En dan kan ik dat gaan gebruiken. Noem het even zo te zeggen. Zo. En je moet echt heel erg nog naar de wc. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dan begin je net aan een nieuwe video. Tenminste onder YouTubers onder ons. En dan moet je naar de wc. Dat is zo enorm vervelend. Want dan wil je natuurlijk niet naar de wc. Want je bent net aan een nieuwe video begonnen. Tenminste, ik ben nu net niet net begonnen. Want ik ben nu al een tijdje bezig. Maar jullie snappen denk ik wel wat ik bedoel. Ik ben sowieso eerst even altijd komen. Dat heb je namelijk nodig om dingen om te smelten, geloof ik. Maar ik moet er even achter komen. Hoe kan ik dan die aprikozen meenemen? Heb je daar een hamer voor nodig? Of heb je daar een pickaxe voor nodig? Ach ja, we komen er vanzelf achter. Je kunt geloof ik een hamer, een pickaxe, maar wat kun je nog meer maken? Kan ik ook een zwaard maken? Ja, tuurlijk kan dat. Ik bedoel, waarom zou dat niet kunnen? Het is nog steeds gewoon Minecraft, alleen dan Pixelmon. Ik vind het wel heel erg leuk dat ik dit op dit moment kan doen. Ik ben er wel erg enthousiast over, om het even zo te zeggen. Vind ik best wel tof. Ja, ik vind het best wel awesome. Ik vind dit best wel awesome. Dus ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden, deze serie. Laat hier beneden even weten in de comments wat jullie ervan vinden. En dan, ik ben hartstikke benieuwd. Jullie moeten natuurlijk even zorgen voor de 150 likes. Dat betekent dat er dan een nieuwe video online komt. Tenminste, dan ga ik werken aan een nieuwe video. Misschien gaat het daarna wel omhoog van de 105 naar de 200 likes. Dicht aan hoe snel de likes komen. Hey, kopper. Het is natuurlijk nu niet zo dat jullie moeten denken, bij de 105 likes moeten gaan stoppen. Want stel voor er komen 200 likes, dan komen er misschien wel 2 video's achter elkaar. Misschien bij de 300 likes wel 3 video's achter elkaar. Ik bedoel, het is heel erg simpel. Hoe meer likes, hoe meer mij dat motiveert. En dat is gewoon super awesome. Wat is kopper dan? Kunnen we dat ook gebruiken? Ik weet het niet. Ik vind 150 likes een klein beetje weinig. Want op een gemiddelde Pokémon video kijk ik al 150. Dus bij de 250 likes vind ik netjes. Komt er een nieuwe Pokémon video. Een nieuwe Pixelmon video. Dus 250 likes komt er gelijk een nieuwe Pixelmon video online. Zorg dat ik hem klaar heb liggen en dan wordt hij gelijk geüpload. Dus de 250 likes moet makkelijk lukken. Ik bedoel, ik heb bijna 9000 subscribers. Moet makkelijk lukken, mensen. 9000 likes is een nieuwe Pixelmon video op Bloemerjemen. Dus dan weten jullie dat ook. En dan gaan we lekker verder met de commentary. We hebben ook best wel veel content nu toch. Maar we gaan al naar de halve stack toe. Wat in principe niet verkeerd is. Job Fettix is op dit moment bezig aan het bouwen van de Doe Maar Game server. Fucking awesome natuurlijk. En ik ga ondertussen even bezig met Pixelmon. Want ik heb super heel erg leuk. Ik wou het eigenlijk al heel erg lang doen. Maar ik was te lui om aan die tutorials te kijken. En uiteindelijk dacht ik van weet je. Ik moet het voor mijn kijkers over hebben. En nu weet ik hoe het moet. En super tof. Misschien kan ik er zelf wel een keer een tutorial van maken. Hoe je het moet installeren. Lijkt me ook wel leuk. Als jullie dat willen natuurlijk. Maar voor nu. Wat is jullie favoriete Pokémon? Laat die beneden weten in de comments. En voor de rest ga ik een beetje hiermee bezig. In principe kunnen we hier onze basis wel gaan maken. Het ziet er in principe best wel vet uit. Als je het zo moet bekijken. Niks mis mee in ieder geval. We hebben een mannetje als Charmander, dat is misschien ook niet verkeerd. Ik vind het wel vet, want uiteindelijk wordt onze Charmander natuurlijk een Charizard. Dat is misschien ook wel vet. Maar wat ik wel jammer vind aan Pixelmon is dat er geen Pokémon in de Nether zijn. Want dat zijn heel veel mensen die vroegen zich dat af bij dagelijkse D, geloof ik. Van zijn er Pokémon in de Nether? Ja, die zijn er dus nog niet. Wel jammer, maar natuurlijk kun je wel gewoon in de Nether gaan natuurlijk om gewoon de Blaze Watts en zo mee te nemen. Ik weet niet of de Blaze spawnen in de Nether. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Hoe kom je eigenlijk aan leren en zo? En dan moet je gewoon Pokémon gaan kapot maken natuurlijk. Oh ja, dat is natuurlijk hoe het werkt. Je moet uiteindelijk gewoon Pokémon moet je ook gewoon gaan killen voor leren, voor eten natuurlijk. Oh, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Tenminste, ik ga ervan uit dat het wel zo is. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Maar het zal misschien wel zo zijn.
Ik neem gewoon even wat steen mee voor een huisje. Dus voor de mensen die denken, joh, waar neem je al steen mee? Nou, voor een huisje dus. Weet jullie dat ook. Waar is de workbench? Die is hier. Nice. Kopper. Of zal ik eerst even een... Laat ik eerst maar even een soort van... ja, wat is het? Een furnace maken. En dan doe ik daar heel even snel mijn kopper in. Dan kan ik even kijken wat ik daarmee kan doen. En ondertussen maak ik nog heel even snel twee pickaxes. Hoppakee. En ja, dat is eigenlijk het enige wat ik kan doen. Dan ga ik hier ondertussen nog even minen voor wat meer iron. Iron zou in principe ook niet verkeerd zijn. Of natuurlijk kopper. En dan moet jullie even in de comments achter laten hoe ik Pokémon's, hoe ik kan battelen met Pokémon. En hoe ik die berries kan krijgen. Want ja, die moet ik natuurlijk wel hebben. Dus ja, that's it, weet je. Ik hoop dat het game gelijk niet te zacht of te hard staat. Ik denk het niet. Maar ja, dat hoor ik wel van jullie in de comments. Daar ben ik hartstikke benieuwd naar. Maar dat zal vast wel goed zitten. Dat zit vast wel een snor. Even kijken. Zal ik hier naar boven gaan? Oké, kijk, kopper. Vet. Zal ik daar eens even. Wat kan ik daarvan maken? Nee, daar kun je waarschijnlijk vrij weinig van maken. Kun je daar een pickaxe van maken? Of een zwaard? Ik ben benieuwd. Hoeveel damage doet? Dan kunnen we gelijk even kijken of het meer damage doet als een normaal zwaard. 5. En 5. Dat is gewoon precies hetzelfde steen. Oké, dan ga ik het dus niet. Dan kan ik het kopper misschien beter bewaren voor andere dingen. Ik weet het niet zeker, maar laat ik dat maar wel doen. I don't know for what. Maar ja, we zien vanzelf wel. En natuurlijk kunnen we denk ik ook gaan enchanten. Zou je ook een hamer kunnen gaan enchanten? Daar ben ik wel benieuwd naar. Dat zijn van die dingen die ik me gelijk al afvraag nu ik net deze nieuwe game speel. En waarvoor is die hamer eigenlijk? Die is natuurlijk voor een anvil. Maar die moeten we natuurlijk eerst een anvil kunnen maken. Daar hebben we iron voor nodig. Dat is de reden waarom ik aan het minen ben hier. Nog meer kopper. Het ook even in de comments achter waarvoor je kopper nodig hebt. Ik heb namelijk helemaal geen flauw idee. Ik heb geen flauw idee. En ja, voor de rest moet ik natuurlijk een beetje iron hebben. Ik maak de Pixelmons aflevering ongeveer 15 minuten. Vind ik wel lang genoeg. Met facecam natuurlijk, want mijn episodes op Minecraft, mijn video's op DoorGames zijn bijna altijd met facecam de laatste tijd. Ik weet niet hoe het ontstaan is, maar ja. Het is gewoon altijd met facecam. Dus ja, jullie vinden het leuk. Ik vind het leuk. Dus ja, dan is het in principe vrij. Oh ja, het was natuurlijk met Pokémon toen. Met echt Pokémon. Dan was het zo dat ik dacht van, ja, het is een indie game. Misschien een beetje saai. Dus dat weet je wat ik doe. Ik doe het gewoon lekker met facecam. En sindsdien vroegen jullie bij elke video facecam. Dacht ik, ja, het is misschien wel leuk facecam. Dus ja, vandaar. Vandaar. En ik kan dat kopper even goed is als steen. Dus ik ga kopper niet gebruiken voor tools. Ik ga kopper gewoon puur gebruiken voor dingen zoals. Ik weet niet waar kopper eigenlijk nodig voor is. Maar het was waarschijnlijk wel ergens nodig voor. Dus ja, jullie moeten mij in de toekomst achterlaten waar het voor nodig is. En hoe ik die berries kan meepakken. Misschien met een hamer of zo. Ik heb geen flauw idee. In ieder geval, laten we eerst maar even wat kool meenemen. Die kunnen we goed gaan gebruiken om de boel om te smelten. En dan kunnen we misschien gaan beginnen aan een huisje uiteindelijk. Hoeveel kool hebben we? Oké, we hebben nog heel erg weinig kobbel. We hebben echt even wat meer voor nodig. En we hebben ook best wel heel erg weinig. Heel erg weinig kopper. Misschien kunnen we dat gaan omsmelten door even snel naar boven te lopen. Dat is in principe geen dom idee. Heel even kijken. Misschien moet ik even wat meer furnaces maken. Hoppakee. Mij en furnaces, jongens. Jullie kennen mijn furnaces uiteindelijk wel. Zo, oké. Even kijken. Ja, awesome. Zo, ik ga even snel alles vullen hier. Zo. Dat is in principe wel nice. Zo, en dan dit ook even. Hoppakee. Wat ik dan even doe, dan ga ik even snel dit... Oh, hier zit nog niks in. Nou, dan doe ik het even snel hierin. Hoppa. En als we nu wat meer uit te vinden, kunnen we hier even gaan beginnen. En natuurlijk wordt hier ons huisje niet gemaakt. Maar ik wil wel eerst even een beetje resources hebben. Zodat we een beetje goed kunnen beginnen. Een mooi beginnetje is natuurlijk nooit verkeerd. En voor de rest ga ik natuurlijk een beetje zoeken. Ik weet niet, heel veel mensen zeiden dat je ook allemaal oors kon vinden. En dat je ook allemaal nieuwe oors kon vinden. Natuurlijk, ja, oors vind je natuurlijk altijd in Minecraft. Maar ook allemaal fossielen en zo. Dat lijkt me in principe wel vet om te vinden. Ik hoop dat het gaat lukken. Het zou in principe wel vet zijn. Het zou in principe wel heel erg vet zijn. Zo, dat hebben we ook weer meegenomen. Awesome. En ik ga even snel naar boven lopen. Even kijken of ik hier nog wat moois kan vinden. Oké, hier zit natuurlijk het kopper in. Ik weet niet waarvoor we dat kunnen gebruiken. Kun je er trouwens ook een armor van maken? Ik weet het bijna wel zeker, maar ja, het kan ook. Nou, dat vind ik een beetje zonde, weet je. Ik gebruik het even ergens anders voor. Ik weet niet waarvoor ik het kan gebruiken. Dat is dus ook een beetje de reden waarom ik het niet gebruik. Ik wil eerst even weten waarvoor ik het kan gebruiken. En dan kan ik altijd besluiten van, ja, oké, weet je, daar is het voor nodig. Dus daarvoor gebruik ik het. Snap jullie? Ja, jullie me wel snappen. En die hamer is voornamelijk voor het plat slaan van berries. Maar ja, hoe de fuck pak ik berries? Dat is een beetje het nadeel. Dat weet ik dus nog niet. Maar ja, daar komen we misschien vanzelf achter. Zijn er trouwens nog mobs te vinden of niet? Of zijn het Pokémon? Zijn dat de nieuwe vijanden? Zeg maar. Oeh, nice iron. Dat kunnen we sowieso goed gaan gebruiken. Ik hoor een heel raar geluid. Ik weet niet van welke Pokémon dat is, maar ik hoor het wel. Dit kunnen we natuurlijk wel gaan gebruiken voor tools. Dat ga ik ook zeker weten doen. En voor armor natuurlijk. Ik weet niet waarvoor we armor nodig hebben. Maar stel je valt ergens vanaf. Is het altijd handig als je wat armor aan hebt. Zo. Maar nee, ik vind het heel erg leuk om deze serie voor jullie te doen. 250 likes is een nieuwe episode. Dus 250 likes. Gewoon lekker veel delen met je vrienden. Lekker veel likes achterlaten. Video's worden in totaal zo wat 1000 keer bekeken. Dus moet zeker weten lukken. Ja, komt wel goed. Komt wel goed. Hoppakee. En hoppakee. Hoppakee. Oké, we hebben 16 hiervan. Is in principe niet verkeerd. Kun je er ook bloks van maken trouwens? Dat vraag ik me nu opeens af. Ja, dat kan. Oh, vet. Kopperblokken. Kun je die dan ook terugzetten? Ja, dat kan ook. Vet. Oh, dat is misschien niet verkeerd. Kopperblok. Ziet er wel heel erg vet uit. Ik ga er gewoon lekker bloks van maken. Neemt alleen maar meer de plek in. Als ik dan denk van, oké, ik heb genoeg bloks. En ik heb nu echt kopper bars nodig om het even zo te zeggen. Kopper ingots. Dan kan ik ze altijd nog kapot maken, zeg maar. Maar best wel awesome.
Maak even wat verder, maar dan misschien vind ik zo meteen nog wel wat nuttigs. En ik wil sowieso even een pickaxe hebben van de iron. Dat gaat natuurlijk een stukje sneller. En misschien kunnen we deze even nog wat diamond vinden. Zou misschien niet verkeerd zijn. Kunnen we een diamond hamer of zo maken? Ja, ik ga natuurlijk altijd eerst voor een diamond pickaxe. Voor obsidian. Dan kunnen we naar de nether toe. Want heel veel mensen zouden waarschijnlijk wel willen dat ik uiteindelijk naar de nether toe ga. Oeh, vet. Een cave. Een zoebed. Vet. Hoi, zoebed. Ik kan hem niet killen. Oh, je wil killen. Of niet? Nee, ik ken hem niet. Holy shit, er zit daar ook nog wat. Wat? Holy fuck. Oh, ik heb vecht. Wat? 46? Nee, ik wil runnen. Oh, nee. Dat vind ik echt flauw, weet je. Dat is flauw. Man, waarom lukt het nu opeens wel? Dat is niet leuk. Ach ja. Ik vind het wel een mooi moment om de episode hier af te zetten. Want dan kunnen we de volgende episode deze boei gaan verkennen. Dan zie ik jullie de volgende episode. Mensen, bedankt voor deze video. Vond je het een leuke video? Wil je meer Pixelmon? Zorg even voor de 250 likes. Gewoon lekker delen met je vrienden. Motiveer me heel erg. Dan zie ik jullie de volgende keer met meer Pixelmon. Ik moet maar gamen. Later.